Fauve Duteau, we zijn hier vandaag in Zonnebeke. Jullie ontvingen met Famke Zwesthoek, Diksmuide, Merkem een ploeg uit de streek, een derby ook. Hoe was de match? De match was wel heel goed van onze dames. Ze hebben al een paar weken mindere matchen gehad. En nu dat ze volop gegaan zijn, is dat super, zo super inzet. En ja, wel goed gespeeld. Ja. Ben content. Iedereen verwachtte dat Diksmuide Merkem jullie gingen kloppen, maar 0-1 na de rust. Dan denk je van, het blijft misschien wel zo. Maar tweede helft, jullie waren erop gebrand om gelijk te maken, hè? Ja, zeker en vast. Merkem is altijd al ons stokpaardje geweest. Altijd de wil om te winnen was er. Andere matchen van Merkem tegen ons was het ook altijd van, wij willen winnen. Dat gaat altijd zo blijven, denk ik wel. Mm-hmm. En vooral dat ze soms al nationale spelers, zoals in de tweede helft, we zetten meer druk, we krijgen meer kansen. Oké, twee nationale speelsters erop. Dus ja, ik zag wel dat we er stonden als ploeg. Ja. Met de penalty wordt het 1-1. Dat is uiteindelijk een verdiend gelijkspel. Terecht uitslag, denk ik, van deze match. Ja, klopt wel. Terecht resultaat. Merkem was heel goed. Wij waren goed. Dus ja. Ja. Jullie zitten ondertussen al een tijdje nu in die eerste provinciale. Wat is het doel voor dit seizoen? Het doel is toch wel de top 5 bereiken. Dus de tweede periode, al de geenmatchen, moeten we wel 100% tot 110, 200% ons inzetten om toch tot de vijfde plaats te geraken. Ja. Jullie zaten ook voor het eerst, denk ik, in de kwartfinale van de beker van West-Vlaanderen. Daar hadden jullie een moeilijke tegenstander, Arenbeke, de leider. Dat is niet gelukt, hè? Nee, klopt. Want afwerking was er niet. We hadden ook enorm veel kansen, maar er was niets van afwerking. Jammer, anders hadden we wel. En Harelbeke komt een keer over en het was prijs. Dus. Maar het is niet op de beker dat we willen ons richten, maar echt wel op competitie. Beker is bijkomstig en is een goede training. De match werd ook gespeeld de donderdag, dus een goede training voor de speelsters. En Harelbeke zien we terug in onze competitie. De laatste match, denk ik, ja. Dus we gaan toch wel proberen om alles op alles te zijn. Want nu speelt er ook al van, hop, we gaan proberen te winnen in de competitie. Beker is bijkomstig. Ja. Oké, ik dank je en wens je veel succes voor de toekomst. Graag gedaan.